Ja, dat ziet er niet heel erg best uit, Pennywise. Ik weet niet wat hij mij aan wil doen. Wow, mensen, zien jullie dit? Ik word namelijk gebeld door Pennywise. Laat ik hem even scherp gaan stellen. En je kunt namelijk een Game Master masker winnen, weet je. Oké, mensen, like deze video in 3 seconden tijd. Want anders komt Pennywise namelijk achter jou aan. En dat wil je liever niet hebben. Tenzij je graag wilt dat Pennywise om 3 uur 's nachts aan jouw deur staat om iets te doen. Welkom bij een gloednieuwe video, dames en heren. En in deze video is de hoogste tijd om om 3 uur 's nachts de Charlie Challenge te doen. Ja mensen, jullie weten ondertussen wel wat het is. Je hebt een bord en je hebt potloden. Je kan het natuurlijk met de finish finner doen, maar wij doen het op de oldschool manier met potloden. En ik heb nog even een verrassing voor jullie. Zoals jullie weten heb ik de Game Master verslagen en zijn masker namelijk meegenomen naar huis. Jullie hebben het ook in de video's terug zien komen. Maar, wil jij namelijk een masker winnen? Dat kan. Wat jij ervoor moet doen is deze video liken. Je moet zorgen dat je geabonneerd bent met het notificatiebelletje aan. Je moet even op Instagram een bewijsje sturen in DM. En wat je als laatste moet doen is commenten. En wat moet je commenten? Done. Oftewel, je hebt het namelijk gedaan. En dan wil ik ook even als bewijs op Instagram zien met screenshots dat je hebt geliked, dat je inderdaad bent geabonneerd met het belletje aan. En wie weet win jij namelijk het Game Master masker. Ik weet niet of dat deze masker zal zijn of dat ik er eentje ga bestellen, maar daar kom je zo snel genoeg achter. Maar in ieder geval dus een leuke giveaway. Laten wij eens eventjes achter de nare dingen komen van Pennywise. Oké, mensen, zoals jullie zien heb ik hier namelijk het Charlie papier liggen. En laten we gewoon een paar vragen aan It stellen. Maar voor wij dit namelijk gaan doen, is het misschien een beter idee om het eerst even aan Charlie te stellen. En kijken of hij überhaupt aanwezig is. Het is wel belangrijk om te weten of Charlie aanwezig is. Dus laten wij dat in ieder geval gaan vragen. Charlie, ben jij momenteel aanwezig? Oké, mensen, zoals jullie zien is Charlie op dit moment aanwezig. En dat is dus een goed teken. Het is al 3 uur 's nachts, dus laten we weer een vraag stellen. En de volgende vraag zal zijn: Charlie, ken jij Pennywise? Hij valt er dus af, maar als ik zo kijk, hij ging eerst naar nee. Ik dacht van, hè? Hoe kent hij Pennywise niet? Maar blijkbaar kent hij dus toch wel. Oké, Pennywise is in ieder geval van de film It. En ik weet niet of jullie die kennen, maar dat is dus namelijk een killer clown. En ja, de meeste clowns zijn wel lief, maar It is toch een ander geval? En ja, blijkbaar kent It mij, als ik het allemaal zo moet begrijpen. Want iedereen kent me toch, ondertussen, van die horrorpersonages. Dus vandaar dat ik eigenlijk een beetje denk, maar Charlie kent dus Pennywise. En dat is mooi. Laten we even een potlood terugzetten. Hij filtert er al vanaf. Maakt niet uit. Gewoon doorgaan. En ik zou zeggen, hop, gas erop. Ja, ik stond even te kijken of de positie van mijn camera of die goed staat. Ik vind het zelf een beetje meh. Maar goed, Charlie is het nog steeds. En ja, Charlie. Heeft Pennywise wel eens iemand vermoord in het echt? Holy moly, mensen. Charlie heeft dus blijkbaar iemand wel eens in het echt vermoord. Dit kan niet waar zijn, mensen. Dit is zo scary. Maar het blijkt maar weer dat Pennywise dus niet te vertrouwen is. En ja, ik vertrouw Pennywise eerlijk gezegd ook niet. Het kan zomaar zijn dat hij mij gaat bellen en dat hij zomaar binnenkomt. Je weet het maar nooit, er gebeuren zoveel dingen in dit huis. Dus dit zal vast niet de eerste en de laatste keer zijn dat er iets geks gebeurt of zo. Nee, er zullen vast nog wel een miljoen dingetjes in dit huis nog gaan gebeuren. Maar goed, laten we nog een vraag stellen. Charlie, is Pennywise duivels? Oké, mensen, zoals jullie zien is Pennywise dus namelijk erg duivels. En dat is niet positief om te horen, alright? Pennywise kan dus heel veel dingen aandoen en veel schade aanrichten. En daarom, Pennywise is gewoon scary. En holy moly, er klopt gewoon niks van Pennywise. En ik vertrouw Pennywise ook gewoon niet. Om het feit hoe hij is, het is een killer clown. En killer clowns kunnen gewoon je huis binnenkomen of jou vermoorden of whatever dan ook. Maar Pennywise is dus niet te vertrouwen. Ik ben, als jullie misschien een beetje horen, ook een beetje verkouden en zo. Het weer is allemaal heel rot en iedereen heeft er een beetje last van in Nederland. Dus dat is misschien vervelend. Maar ik weet niet of dat negatief effect zou moeten hebben op Pennywise of zo. Dus ja. Charlie. Staat Pennywise wel eens mensen 3 uur 's nachts op te wachten met zijn ijskraampje? Oké, hij valt er dus af. Maar als ik zo weer kijk, hij staat dus op ja. Hij wil dus wel eens mensen vermoorden met een ijskraampje. Ik vind het vervelend dat de dingen steeds afvalt, moet ik eerlijk ook zeggen. Het zijn 2 rotpotloden, het zijn oude potloden. Maar ja, Charlie is ook oud, hè? Dus daar kunnen we niet over sollen. Maar even potlood weer rechtzetten, want het is vervelend. Het is echt heel vervelend. Hij kukelt er heel vaak af, dat vindt hij leuk. Charlie. Weet Pennywise waar ik woon?
Holy moly mensen. Pennywise weet dus waar ik woon. En dat is niet positief. Wat kan Pennywise eigenlijk allemaal doen? Gaat hij straks naar huis toe of zo? Gaat hij mij vermoorden? Of whatever. Dit zal niet de bedoeling kunnen zijn, maar Pennywise weet waar ik woon. En je weet maar nooit wat er kan gebeuren, want voor je het weet staat Pennywise in één keer op mijn stoep. En liever wil ik dat niet hebben. Ik hou niet van horrorclowns. Laat even achter wat jij van horrorclowns vindt, maar ik vind ze eng. Kennen jullie de Clowny-clown nog? Inderdaad, net zo'n eng figuur. Een Clowny-clown is eigenlijk bedoeld om kinderen vrolijk te maken. Maar, als jij in het ziekenhuis ligt en je ziet in één keer een Clowny-clown liggen. Word jij hier nou vrolijk van als je een Clowny-clown ziet? Zeg eens heel eerlijk. Werd jij altijd vrolijk toen de Clowny-clown in jouw ziekenhuis terecht kwam terwijl jij gewoon daar een beetje lag? Als je bang voor clowns bent, is dat geen goed teken. En die potlood is alweer een beetje ervan afgedonderd. Dus we moeten het weer terugzetten. Maar goed, Charlie. Wilt Pennywise mij iets aandoen? Holy moly mensen, dat potloodje begon heel erg te trippen. Ik dacht dat hij eens nee wou zeggen, maar blijkbaar wil Pennywise mij iets degelijks aandoen. Dit wordt gewoon heel erg eng. En ja, jullie weten natuurlijk wat ik allemaal nog aan Pennywise wil vragen. Altijd belangrijk om te weten. En misschien nog een engere vraag. Charlie, ben ik de volgende slachtoffer van Pennywise? Hij beweegt niet veel en dat is geen goed teken, want ook daar komt hij weer uit op ja. Goed, ik wil even weten of hij niet liegt, want hij zegt alleen maar ja. Maar goed, ik kan ook even iets vragen met betrekking tot mezelf, om te kijken of hij altijd de waarheid spreekt. Want het enige wat hij zegt is ja. Maar goed, Charlie, ben ik, oftewel Daddy, 18 jaar oud? Oké, en daar zegt hij dus wel nee op, dus hij is niet aan het liegen. En vertel nog eens de waarheid ook. Maar goed, Charlie, weet dus hoe oud ik ben, hoop ik. Goed, dan moet ik hem wel eerst aan me vragen, want hij kan alleen maar gesloten antwoorden geven. Hij heeft niet een heel bord of zo waar hij antwoorden op kan geven. Maar dit is dus creepy. Ik weet gewoon even niet meer wat ik hiermee aan moet. Ik kan nog twee vragen stellen. Charlie, is Pennywise hier in de buurt van mijn huis? Holy moly mensen. Pennywise is dus op dit moment in de buurt van mijn huis. En dit zou dus kunnen betekenen dat ik de volgende slachtoffer ben van Pennywise. Maar goed mensen, ik weet ook allemaal niet wat Pennywise op dit moment allemaal aan het doen is. Maar het ziet er allemaal niet heel erg best uit. Ik leg mijn telefoon erbij weg, want het kan zomaar zijn dat hij weer gaat bellen. Je weet hoe deelke dingetjes gaan. Maar goed, Charlie, heeft Pennywise mijn telefoonnummer? Holy moly mensen, Charlie heet dus blijkbaar mijn telefoonnummer. Ja, dat ziet er niet heel erg best uit, Pennywise. Ik weet niet wat hij mij aan wil doen, zoals... Wow, mensen, zien jullie dit? Ik word namelijk gebeld door Pennywise. Laat ik hem even scherp gaan stellen en laten we de telefoon maar gewoon gaan opnemen. Hallo, je spreekt met Delano. Hiya, Georgie. Aren't you gonna say hello? Hallo? Is this your book? Waarom bel je me, Pennywise? I'm Pennywise, nee, ik wil geen ijsje. Nee, Pennywise, ik wil geen ijsje. What? Oké, mensen, hij is dus aan het bedreigen. En hij belt aan, mensen. Dit is geen goed nieuws. Holy moly. Laat ik me gaan verstoppen. Ik hoop niet dat Pennywise hier naar binnenkomt. Hij is keihard aan de deur aan het rammen. Ik denk dat hij erheen komt. Ik ga hem hier verstoppen in de krantenkast. Ik hoop dat hij mij niet vindt, oké? Okay? Eindelijk veilig. Pennywise is op dit moment binnen. Is er iemand in there? Hij heeft de deur door. Hello, I'm for you, Danny. Pennywise is binnen. Danny, where are you? Ik kom er even bij lopen. Ik hoop niet dat hij hier is. Danny. Are you there? Ik moet hier echt helemaal zijn. Please tell it to me, Daddy. Is in de woonkamer rondlopen. Joehoe. Oeh, are you there? De buiten was niet, ga weg. Daddy? Ga weg. What? He's outside? Laat ik hem even naar binnen sturen. Laat hij even naar buiten gaan. Oké, mensen. Ik heb hem even een appje gestuurd. Yes, hij is naar buiten. Laat ik even de kalekast doen. What? Ik zit dus blijkbaar opgesloten in de kelderkast. Holy moly. Nee, dat meen je niet. Ik zit opgesloten eigenlijk, blijkbaar die deur dus op slot gedraaid. Nee. Kan geen teken zijn. Want ik kan er zelf niet naar uitkomen. Nee, alsjeblieft niet. De kelderkast is dan niet van bedoeld. Hij komt weer binnen. Lie to me. I know where you are now. Ik weet niet wat hij gaat doen.
Mensen, jullie moeten even vast deze video liken. Like alsjeblieft deze video eventjes. Anders komt hij ook naar jouw kelderkast toe. En dat wil je liever niet hebben. Zorg dat je gewoon hebt geliked. Like is heel erg belangrijk op dit moment. En je kunt namelijk een Game Master masker aanwezen. Okay. En... ik probeer nog verder te verstoppen. Dat kan. Ik wil ze wel verstoppen. Ik hou het luiden. Ik hou het luiden.